Limburgse rittenwedstrijd begon onze sterkste rondrenner Johan Bruineel aan zijn laatste voorbereiding op de Tour. Zijn eerste maanden in de ploeg van Jan Raas brachten hem vooral kommer en kwel. Maar die miserieperiode lijkt nu helemaal achter de rug te liggen. Chris Meertens met een stand van zaken vanuit Luxemburg. Dat de vorm stilaan aan het komen is. Ze moet nog verbeteren, maar ik hoop tegen binnen 3 weken paraat te zijn voor de start van de ronde. In Luxemburg en straks in Zwitserland zoekt Bruineel de vorm voor opnieuw een grote Tour de France. Door een ribblessure kwam hij er in het voorseizoen niet aan te pas. De druk op zijn schouders moet groot zijn. Ik heb altijd met rust gelaten geweest door de ploegleiding. En ik denk dat dat ook de beste manier is, want iemand die geen goede prestaties neerzet... In mijn geval was het dus wel door tegenslagen, maar toch, als je die onder druk zet, denk ik dat dat het slechtste is wat je kunt doen. En ik denk dat een sportdirecteur die met zijn vak bezig is, dat hij dat wel weet. Over de prestaties op zich kan ik niet tevreden zijn. Is Johan zelf ook niet tevreden over natuurlijk, maar dat heeft zijn oorzaken gehad. En de resultaten zijn nu toch in stijgende lijn. Met Bicicleta Vasca, daar is hij voor het eerst op de voorgrond getreden en hij verbetert nog steeds. Dus voor de Tour zie ik het toch eigenlijk wel zitten nog met hem. Bruineel komt en hij gaat de etappe winnen, denk ik. Ja, ja, Indurain geeft het. Bruineel wint in Luik, schitterend. Johan Bruineel. Vorig jaar was natuurlijk super voor mij qua publiciteit. De ritwinst en gele trui in België. Maar sportief gezien vond ik toch de ronde in 93 voor mij beter. Dus als ik mag kiezen, dan hetzelfde als in 93. We hebben niet echt meer een man die, waar ik bijvoorbeeld kan van zeggen, we gaan voor het klassement rijden. Dus je kunt beter gokken op etappes. En als je er dan 1 of 2 kunt winnen, dan heb je het als ploeg goed gedaan. Ik weet wat ik kan en wat ik niet kan. En, in normale omstandigheden, als het echt onder de grootte wordt uitgevochten in de bergen, dan kan ik gewoon niet mee. Ik kan bijvoorbeeld wel in een bepaalde situatie terechtkomen dat ik vooraan sta in het klassement en dan in de laatste week... Probeer zo weinig mogelijk tijd te verliezen, dat wel. Maar als echt de grote kanonnen het onder elkaar uitvechten, dan kom ik tekort. En ik weet dat dus. Daarom zeg ik ook, in principe is het klassement in de Tour geen doel op zich. Wij verwachten geen top 5 plaats van Johan. Als hij maar zijn gezicht van tijd tot tijd kan laten zien, dan is dat voor ons meer dan genoeg reden om tevreden te zijn over hem. De Tour begint op zaterdag 29 juni en dankzij...